Goedemiddag. Ik ben Luc Albert, kaasmeester van beroep. In Oudenaarde zitten zij gevestigd met de winkel. Ondertussen al een goede 20 jaar. En ik heb voor deze proeverij, bij de twee wijnen van Jury en Bernard, ga ik een geitenkaas voorstellen en een blauwschimmelkaas voorstellen. Bij de Roero Arnais ga ik naar een Clarbitou. Dat is een Franse geitenkaas, wordt geproduceerd door La Racotière in Bourgogne. Het is een vrij grote kaas, ongeveer een 300-350 gram. Dus dat wil zeggen dat daar toch een tiental liter melk in zit. Heel mooi uitgesproken van smaak. Frisse aciditeit ook. Vandaar dat we eigenlijk bij vele kazen makkelijk witte wijnen gaan drinken. Omdat je ook die aciditeit in die wijnen gaat terugvinden. Die frisheid, die mineraliteit gaat terugvinden. En dat hebben we ook hier in deze geitenkaas. De leeftijd op dit moment van die kaas is ongeveer een 8 à 9 weken. Wat heel mooi of weerspiegeld wordt in de lichte evolutie van de korst van de kaas. Heel mooi ook, als je hem open snijdt, merk je aan de buitenkant een heel licht korstje. Een heel fijn laagje die wat zachter is. En dan aan de binnenkant heel die volle, frisse, sterk, enfin, mooi uitgesproken smaak van de kaas eigenlijk. Ik vind dat een topkaas. Heel lekker. En bij die Roero een perfecte match.